Hey jongens, ik ben een beetje bezig in huis. Jeroen is hier, mensen denken echt dat. Maar ik moest... We zijn nog niet uit elkaar. Mensen gaan het zo raar vinden. Hi. Daar ben ik weer. Ik ga nooit uit de vlog. Ik ben boven allemaal tassen. Ik moet al die zakken met kleding uitzoeken. En hij moet naar school. En het is echt zo'n koude, sombere dag. Dus ik zei, nou, we zijn toch nog niet uit elkaar. Kom nog even mee, dus hij zit lekker hier te leren. Ik kan per ongeluk elke week aanbellen, zodat ik nog even in de vlog kom. En ik zit lekker boven, nou ja, lekker, vet voor werk. Dingen uit. Ik heb net even mijn YouTube-kast uitgezocht als pauze, dat was heel leuk. Nieuwe H&M bestek. Ik heb wel gezond. Riep is allemaal curry en ik heb dus een zo'n kokossoep met garnalen. Er zitten 3 garnalen in. Dat is een soort melk. Ja, het is 7 euro, het is wel lekker, maar het is wel weinig eten. Peter, toch ik nog iets over. Ik heb geen idee wat ik hierbij moet denken. Melk. Ik weet precies, het is kokos. Nou, is lekker hoor. Heel zoet wel. Wel lekker. Oké, jongens, ik heb nog 10 minuten. Dan moet ik weg, want ik ga naar de kroeg en dan ga ik ook naar huis. Want anders ga ik hier weer tot 12 uur door. Ergens raakte ik een beetje in paniek. Dat het allemaal niet gaat passen. Maar als ik logisch nadenk, is het alleen kleding het probleem. Ik heb best wel wat ruimte voor spullen. De la die onder onze wasbak thuis zit, moet ik nog even meenemen. Er zit niet heel veel in, maar dat kan ik allemaal hier kwijt. Er zijn al een paar producten. Dus hier heb ik echt nog best wel veel ruimte over. Die komt gewoon aan een haakje aan de deur. Dit is voor Comor. En ik heb dat schoenenrek, ga ik denk ook voor Comor gebruiken. Ik denk dat het dan wel genoeg moet zijn. Dit is mijn kast met pakketjes slash cadeautjeskast. Gaat ook allemaal wel passen. En dan is het enige probleem, ja, die moet ik even uitzoeken. Hier zit allemaal beauty spullen in en in dat kastje ook. Dat is even niet zo'n heel mooi hoekje. Het enige probleem is eigenlijk de kleding. Want ik had me ineens bedacht, hey, deze salades zitten ook aan de andere kant. Dus een paar hele dikke winterjassen en badpakken heb ik in die la daar gedaan. Die is nog leeg. Dat zijn dingen waar je echt 1 keer per jaar bij moet. Hier heb ik besloten, ja, ik leg wat kleerhangers voor als ik nog een extra rek ga ophangen. Anders breng ik ze weer even weg. Sjaals, muts en zo wil ik hier leggen. Moet je ook nog even komen. Hier ligt toevallig een dekentje. En dan heb ik hier, ik wil niet veel beddengoed. Bed moet nog worden opgemaakt, dus dit gaat helemaal op het bed. En dan heb ik hier even badjassen en hele warme chilltruien voor thuis. Het scheelt ook weer ruimte in mijn kast. Dit is het enige wat er nu nog in moet. Ik heb nog wel 1,5 tas die nu dus weer voor de verkoop gaat. Dit is echt nog even te vol. Hier hangen allemaal jassen en aan die kant zit het helemaal vol met truien. Dan heb ik hier ondergoed gewoon 1 la. Slaapdingen. Oh, ik ben zo moe. Sportdingen, zie je, er is echt nogal ruimte. En alleen maar panties en een soort van corrigerende onderbroek die ik heb. Dus dat is best wel... Sorry hoor. Ik wil hier graag, heel graag nog een plank, maar ik weet niet of die los te krijgen is. Ik ben die plank dus kwijt die hierbij hoorde. Dan kan ik daar eventueel nog wat opleggen. En hier zitten dus ook nog schoenen in. Dus dit is in principe helemaal goed. Dit is nog helemaal leeg. Dit is nog leeg. Dus dat komt echt wel goed. Ik heb alleen beneden dus niet echt een kast. Voor dingen wat ik in Weesp heel erg had, zoals batterijen en onderleggers en zo. Maar in principe heb ik dat ook niet heel veel, dus dat is niet erg. Alleen dit is nog een hele doos vol met beauty troep dingen. Dus die moet ik nog even uitzoeken, maar ik heb nu nog maar 5 minuten. Ruben de vuilnisman. Dit gaat naar de berging voor verkoop. Lege dozen en een kleed gewoon naar de berging. Dus, en dan is het gewoon vet goed bezig. Hey jongens, ik ben vandaag heel moe. Ik weet niet zo goed waarom. Ik ging best wel op tijd slapen en ik heb een beetje lang geslapen, maar niet zo lekker. Vandaag niet zo'n boeiende dag. Ik wou eigenlijk wat vroeger al weggaan, maar ik was een beetje aan het aanrommelen. Ik was een beetje bezig met retourtjes van de website, wat fotootjes maken van sieraden. Ruben was een beetje aan het opruimen. Het is nu echt wel laat, het is al 3:30. Nu ga ik even, ben ik even geparkeerd bij winkelcentrum Dima. Ik heb ook echt matig make-up over, het ziet er echt niet uit. Ik weet niet waarom ik zo moe ben, ik voel me ook niet zo lekker. Ik heb ook geen koffie gehad, maar daar moet het niet aan liggen. Even naar de Action, even een paar dingetjes, nog mandjes en zo. Niet troepmandjes, maar nodige mandjes halen. Even kijken wat ik nog nodig had voor mijn huisje. Kleine dingetjes. En even boodschappen doen. En dan ga ik door naar Muiden. En daar ga ik dan de spullen die we bij de IKEA hebben gehaald gisteren. Die ga ik even boven leggen. En ik ga even kijken of mijn beddengoed nou goed was. En dat erop leggen. En bla 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 bla. En de laatste doos uitruimen. Dat soort dingen. Oké, ik ben er. Ik verzag net mijn buurmeisje. Die hier al net zo lang woont. Dus dat ik mijn huisje kreeg. Echt van, hé, je bent er weer. Mijn kleed is er dus nog en ik krijg zoveel reacties van ik ben team kleed en zo. Dat ik echt zit te denken, zal ik het nog 1 kans geven? Het is wel echt heel lekker, een kleed. Ik heb wel veel gedoe om hem neer te leggen, want hij moet echt onder de bank. Kleed is er dus nog, omdat ze hem steeds niet komen ophalen. Ze komen steeds als ik er niet ben. Dan zeg ik, dan ben ik er niet, maar dan komen ze dus alsnog. Dan zeg ik, ik ben er morgen. En dan komen ze dus niet. Hij is net te groot, vind ik.
En hij is ook niet goedkoop of zo. Nee, ik vind hem echt heel groot. Hij was in de sale was hij echt €180 of zo. Dat is heel lekker. Hij is echt groot. Dan moet ik hem dus helemaal onder de bank leggen. Ja, het geeft wel sfeer. Het is lastig om in je eentje om hem onder de bank te zetten. Heel sexy dit. Kijk, hier lukt het dus steeds niet. Oh nee, nu is hij eruit. Hij is eruit. Dat is zo vervelend. Leuk zeg, 9 minuten verder. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het nog steeds niet. Nee. Ik weet het gewoon niet. Oké, jongens, nu komen dus de rampdoos is nu aan de beurt. En dan had ik het al verteld. Kijk, ik heb nu wel trouwens een spiegel, dus ik kan voor het mijn outfit goed laten zien. Dat dit dus naar beneden was gevallen. Dus ik heb alles aan dat rek gehangen. Wat dus misschien een combo rek wordt. Maar ik zie nu al dat dat echt niet handig is. Want ik kan gewoon geen orders daar maken als daar een rek hangt. Dus wat ik ook kan doen is het bureau weer hier terugzetten. Dan kan daar gewoon een rek hangen. Wat zegt Lin? Is de kast kapot. maar het probleem is dan dat ik niet makkelijk bij die ruimte daar kom. Oké, jongens, even een donker shoplogje. Dat is het Chanel vlog, dan kan dat. Ik had deze gekocht bij de IKEA. Ik zocht eigenlijk gewoon die normale die ze altijd hadden met wat grotere vakken. Maar ik dacht misschien is het voor sokken en strings wel handig dat je het kan sorteren ofzo. Dat is even de enige die ze hadden, dus die wil ik in een van mijn lades daar doen. Ik heb dit dekbed. Heet het nou een dekbed? Ik haal het altijd door elkaar gekocht. Want ik had die nog van vroeger, maar mama is die helaas kwijt, dus ik moest een nieuwe. Dan kocht ik bij de IKEA, omdat ik gewoon heel veel mandjes wilde, maar ze waren best duur in verhouding. Nou, deze viel er nog mee. 3 mandjes, maar echt mini's. Dus ik weet nog niet precies wat ik hierin ga doen. Maar dit vind ik te leuk voor de badkamer. Iedereen zegt ook, doe dat soort dingen in je badkamer. Voor over de badkamerdeur heb ik zo'n haak voor badjassen en handdoeken. En deze was wel duur, €40. Maar dit is voor een 1,40 voor op een 1,40 bed. Maar dan is het dus 200 en dat past dus met dat dekbed. Wit met aan de ene kant stipjes en aan de andere kant streepjes. Heel licht en het is echt lekker zacht, mooi wit. Ik hoef ook niet heel veel soorten dekbed, ik wil gewoon wit. En als ik hem wil wassen, was ik hem. En dan kan ik hem daarna gewoon zien. Daarna weer droog en dan gebruik ik hem weer. Waarschijnlijk wil ik gewoon maar 1 dekbed en niet zo overdreven doen. Zie je, nu zeg ik dus dekbed 2 keer. Dekbed overtrek. Eindelijk een schaar. Deze is van de Action. Pennen die ik altijd voor komoor gebruik van de Action. Deze maar naar de auto. Dit is ruitontdooier min 45. Ik hou echt niet van wc-spray, maar deze ruikt naar sugar cookies. Die vond ik echt wel chill. Ik vind het echt vies als iemand gepoept heeft dat hij dan wc-spray spuit. Ik vind dat echt heel vies ruiken. Maar goed. Dit moet naar beneden. Dit moet naar beneden. En deze matchen niet met de handdoeken die ik heb gekregen. Maar ze waren echt maar 40 cent. En 4 lichtroze washandjes van Action. Bij IKEA had ik nog deze gekocht. Ik hoop dat die goed is. Want ik heb nu natuurlijk zo'n douche. En deze waren echt leuk van de Action. Volgens mij zijn die best wel nieuw. Echt speciaal voor de badkamer. Daar zou ik ze ook zetten, maar ze zijn ook bedoeld voor de badkamer in 4 formaatjes. Dus die vind ik echt heel leuk. Ik weet even de prijzen niet. Maar die stonden gewoon bij de manden. Echt super leuk. Maar ik ga sowieso trouwens een home tour opnemen, omdat ik nu echt tevreden ben met mijn huis. Deze zocht ik. Ik wilde hem eigenlijk in het grijs, maar hij is nu alleen nog maar in het blauw. Want ik neem zoveel minder ruimte in dan normaal vergiet. Het is echt super chill, die heb ik bij Weesp ook. Die moet naar beneden. Doekjes. En ik ben dus weer zuignaphaakjes vergeten. Deze had ik ook bij IKEA gekocht. Best duur, maar ja, Rupsen haalt bij Action. Maar ik wist niet dat ik vandaag weer bij de Action zou zijn. Ik had dit nodig, ik weet niet meer precies voor waar. Maar om dingetjes op te hangen, haakjes. En dat was mijn shoplog. Nu ga ik door. Oh my god, ik wil net het bureau verschuiven en deze mok valt op de grond. En mijn hart brak echt. Want ik vind het heel... Oh my god, ik voel een borst. Ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt om hem mee te nemen namelijk. En jullie reacties erop waren ook vet lief. En als hij nu kapot zou gaan, zou ik het zo erg vinden. Ik moet hem eigenlijk op een
misschien op een andere plek gaan zetten, dat hij niet kapot kan gaan. Ik ging het bureau namelijk even verschuiven. Ik schrok me echt kapot. Ik zeg dus tegen Lin, zal ik mijn buitenkant van mijn matras eraf halen? Dat zegt ze nu. Ze zegt, ja, doe maar, anders is het goor. Maar volgens mij dacht ze dat ik molton bedoelde. Ik heb mijn hele matras gesloopt. Niet gesloopt, maar hoe krijg ik dit er ooit weer omheen? De binnenkant is zo statisch als wat. Het is echt niet... Oh. Past niet in de wasmachine trouwens. Echt de helft nog niet eens. Konden de delen dus los van elkaar ritsen. Hoe ik het ooit nog goed voor opkrijg, wordt een beetje een drama. Nu heb ik me echt keihard erin gepropt. Maar dit is volgens mij echt niet goed voor mijn wasmachine. Maar het zag er zo goor uit. Dus nu moest het me gewoon lukken. Oké, jongens. Woehoe. Ik ga weer naar huis. Het is nu 8:30 geweest al. Ja. Ik ga snel naar huis. Ik moet ook nog mijn haar wassen namelijk. En even thuis chillen. Ook al, ja, het is nog niet echt thuis, weet je wel. Dus even thuis komen. En... En komende week de hele week werken. Dus op tijd naar bed. Ja, elke dag werken. Vrijdag studiedag, donderdag kerst. Dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken en even je duimpje omhoog. Doei!